In deze uitzending maken we een rim light rondom het model. En een rim light, ik heb er eigenlijk niet de fatsoenlijke Nederlandse vertaling voor kunnen vinden. Maar het is eigenlijk een soort lichtrandje aan één of aan twee kanten van het model. En in dit geval pak ik één kant en wel de rechterkant te verstaan. Mijn hoofdlicht komt van links, links voor om precies te zijn. Als je kijkt tussen uh, mij als fotograaf en het model, dan staat de lamp zeg maar tussen ons in aan de linkerkant. En een rimlight, een accentueerlichtje, dat zou eigenlijk achter het model staan aan de rechterkant. En daarmee zou het eigenlijk gewoon net even een klein randje accentueren. En daarmee komt ze een klein beetje los van de achtergrond. Want het is eigenlijk moeilijk te zien. Maar als ik inzoom, dan zou je eigenlijk nog net een onderscheid kunnen maken tussen de haar en de achtergrond. Maar het is minimaal. En met een rimlight komt dat net even wat harder los. Om dat naderhand in Photoshop te doen, gebruiken we aanpassingsfilters. En het aanpassingsfilter wat je in dit geval gebruikt, dat heet belichting. Aanpassingsfilters vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, dan krijg je een rij met filtertjes. En daar zie je tussen staan belichting. En klik je daarop, dan komt er zeg maar een soort laag bij. Dit is geen laag, dit is een filter. En in het eigenschappenvenster hierboven kun je daar dingen op aanpassen. Nu is dit een foto met een zwarte achtergrond. En op zwart zal het niet werken. En dat werkt eigenlijk gewoon in mijn voordeel in dit geval. Maar als ik nu een randje ga selecteren, dan krijg ik dat een beetje moeilijk te zien. Dus ik draai eigenlijk het proces even om. Ik ga de foto gewoon veel te licht maken. En ik ga eigenlijk uitzetten waar mijn rimlight moet komen en dan dadelijk draai ik het hele proces om en dan is het in één keer klaar eigenlijk. Dus als ik de hele foto te licht heb gemaakt, gewoon de belichtingsschuif hier naar rechts heb getrokken en dat kun je zover doen als je wil, we kunnen dat later altijd nog aanpassen, dan zie je gewoon veel beter wat je aan het doen bent. Er zit bij je filter een wit vierkantje en dat witte vierkantje dat is een laagmasker en in dat laagmasker kun je bepaalde delen van het filter wel aanzetten of niet aanzetten. En dat doe je heel eenvoudig door er gewoon in te gaan kleuren. Dus je zorgt dat het masker geselecteerd is, dan staan er deze witte hoekjes omheen en je pakt gewoon een kwast. Ik pak een zachte kwast, want dan krijg ik een mooi verloop. En ik ga eigenlijk niet zozeer met de kwast zelf schilderen, maar eigenlijk ga ik meer zorgen dat de rand van de kwast net mijn model raakt. Ik maak hem wel een klein beetje kleiner. Dit vind ik wel een aardige grootte. En in plaats van dus gewoon hier zo over de rand te gaan schilderen, ga ik er eigenlijk net buiten schilderen. En je ziet. Het filter wordt daar eigenlijk uitgezet. En ik schilder heel eenvoudig over de rand van mijn model heen. Nu is alles dus lichter. Behalve het randje wat we eigenlijk op willen lichten. En dat komt door het masker. Als ik het masker even los laat zien, dat kun je doen door de Alt ingedrukt te houden en op het masker te klikken. Dan zie je precies die streep waar ik eigenlijk alles lichter wil hebben. Maar in een masker is het filter aan waar het wit is en is het filter uit waar het zwart is. Dus het randje wat ik lichter wil hebben, dat is op dit moment zwart, daar is het filter dus uit. En in de rest van de foto is hij aan. En dat zie je ook in de foto. Alles is veel te licht, behalve dat randje. Dat is te donker. En ik ga het masker gewoon in één keer omdraaien. Dus met het masker geselecteerd, zou je hier boven bij afbeelding aanpassingen en negatief kunnen kiezen of de sneltoets Ctrl I. En je ziet meteen het tegenovergestelde effect. Mijn foto heeft weer de oorspronkelijke kleur, alleen dat randje eromheen dat is een heel stuk lichter. Nu is dit echter nog niet zo fraai. Het is eigenlijk gewoon te licht. Maar ik heb verteld dat we altijd op een manier werken waarop je nog terug kunt. Dus als ik nu op het icoontje klik van het filter, dan krijg ik hier de instellingen weer en kan ik gewoon de belichtingsschuif terugzetten. En dan ga ik naar iets toe wat veel beter bevalt. Nou, je ziet ook één ander ding veranderen, dat is de kleur. En in het haar valt het wel mee. In het haar is het eigenlijk wel fraai zo. Maar hier op de arm zie je dat wel. Als ik het bijvoorbeeld even uitzet, dan zie je dat de kleur eigenlijk gewoon ja, begint te branden. De verzadiging verandert ook. Dat kun je in één keer gewoon aanpassen. En dat doe je door de manier waarop het filter werkt te veranderen. Nu staat de dekking van het filter op normaal. Maar als je daarop klikt, dan krijg je tal van opties en je kiest hieronder uit lichtsterkte. En dan houdt het eigenlijk alleen rekening met belichting en niet met kleur. Nu vind ik dit op zich al vrij aardig. Ik vind het haar wel, ja, het is nog net een tikkeltje te licht. Dit vind ik beter. Maar ik vind de arm veel te licht en ik vind hier op de schouder mag het eigenlijk nog wel gewoon wat meer hebben. Nou heb ik daar verschillende opties in. Ik zou bijvoorbeeld op de arm met de kwast weer in een lagere dekking. En die stel je hier in, Een beetje met zwart kunnen gaan kleuren. En ik selecteer even het masker. En dan haal ik gewoon één keer zo alles erover. En dan ga ik daar 45% zwart in kleuren. Als ik even het masker laat zien, alt ingedrukt houden en op het masker klikken, dan zie je dat daar grijs bij komt. En daarmee staat het masker dus gedeeltelijk aan. Zet ik het masker even uit en weer aan. Ga ik op die manier gewoon even laten zien wat het verschil is. En dat is ook goed voor mezelf natuurlijk. Dan weet ik waar het allemaal nog wat beter kan. Nou, ik vind bijvoorbeeld hier op de schouderpartij zou het gewoon nog wel meer kunnen. En ik ga gewoon een nieuw belichtingsfilter aanmaken. Ik ga weer overdrijven met de schuif. En ik ga gewoon met een kwast op 100% dat stukje daar aanpakken. Ik zorg dat mijn masker geselecteerd blijft. Ik druk op Ctrl-I om het om te keren. En zie daar, ik heb de schouder wat meer geaccentueerd. En vervolgens kan ik het effect aanpassen naar mijn eigen smaak. En dat ga ik ook nog een keer doen met hieronder dat stukje jurk. En ik keer het masker weer om. En het springt er iets meer uit. Nou, dit hele kleine flapje, dat hoeft dan weer niet. Maar zo heb ik al een verbetering. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar het origineel. Om één laag te laten zien, hou je de Alt ingedrukt en klik je op dat oogje. Dan zie je alleen die laag. En klik je er nog een keer op, dan springt de rest weer aan. Dus dit is even het verschil. En het is maar even een heel klein subtiel randje. Ik vind het op het haar nog iets te gortig. Dus met een hele zachte kwast, met een hele lage dekking. Ga ik daar een klein beetje overheen. En haal ik dat ook weer gewoon een klein beetje uit. En er komt gewoon in mijn masker heel licht grijs bij. En daarmee wordt het filter dus minder actief. Vervolgens kun je ze allemaal in één groep zetten. Dat maakt het bij het bewerken natuurlijk wel overzichtelijker. Ik heb in dit geval de onderste geselecteerd. Het maakt even niet uit, maar je moet ze alle drie selecteren. kun je doen door de ctrl ingedrukt te houden en op de lagen te klikken. En vervolgens ga je hierboven bij laag naar lagen groeperen. Of je gebruikt de sneltoets ctrl g. Nou, dubbelklik even op de naam. En ik noem dat dan rim light. En nu heb ik dus gewoon een groep waarmee ik het in één keer helemaal uit of aan kan zetten. En je ziet het verschil is maar heel subtiel. Als je het netjes doet zou je er eigenlijk gewoon nog niet eens iets van zien. Weet je ik ga toch hier op de schouder dit stuk hieronder uitzetten. Dat vind ik iets te overheersend. Maar zou je de foto zo afleveren dan zou niemand opvallen dat je dit eigenlijk gewoon hebt gefaked. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!